Onderwijsminister Henry Ory zegt dat het financieren van voor buitenlandse studies moet worden herzien. Gisteren bij de presentatie van onderzoeksrapporten naar de ervaringen van studenten uit Suriname, beginnend bij het studiekeuzeproces, ging de bewindsman in op verschillende vragen van studenten. Het budget voor buitenlandse studiefinanciering is zelfs teruggebracht, zegt Ory. Ik ben zelf met mijn afdeling BOS, zoals dat heet, Bureau Onderwijszaken, aan de Jesselstraat zijn we bezig een nota op te stellen om te kijken hoe we in de toekomst op een andere manier met de NOB hierover gaan. We blijven erbij dat het een beetje sober beleid is voor Nederland en België om niet aan te sporen om direct weg te gaan. Maar en de studiefinanciering voor het buitenland is gedownsized. Maar we moeten dus opnieuw gaan kijken omdat de ontwikkelingen in Suriname zodanig gaan dat je best wel het nodig zal achterbij aan dat schaarse specialisaties toch mensen in de gelegenheid zou moeten stellen om een studiebeurs aan te vragen voor het buitenland. Daarnaast krijgen we enorm veel aanbiedingen voor studiebeurzen uit andere landen voor Surinaamse studenten. Het ministerie is bezig met aanbiedingen van buitenlandse beurzen van andere landen behalve Nederland en België. Nu zijn er beurzen uit Marokko beschikbaar. Er is geen interesse. Kennelijk is niet sexy genoeg of zoiets. Ik begrijp het. De taal speelt een rol. Ja, en, maar we krijgen voldoende studiebeurzen aangeboden en BOS coördineert die zaken. Maar we zien op een aantal landen, China, dat toch die interesse van Surinamers toch wel zijn gelegen in België. Nee, dat kan ook de taal zijn. Ory geeft aan dat de huidige economische ontwikkelingen het moeilijk maken om studiefinanciering bereikbaar te houden. Er moet ook met het bedrijfsleven worden gesproken om de fondsen aan te scherpen.